Goeiedag iedereen, vandaag zijn wij in Zandhoven en vandaag gaan wij deze prachtige doktersvilla bezoeken. Want wij hebben de sleutel meegekregen. Huize Bruineel, ik ben eens benieuwd of dat dit mooie kasteelachtige landhuis van binnen ook zo mooi is. Let's go! Welkom in Huize Bruineel. En we zijn nu in de living van deze mooie villa uit 1907. Dr. Alfons Lambert liet in 1907 deze neo-eclectische villa oprichten, gebaseerd op de notariswoning in het centrum van Zandhoven. De architect van deze villa is dezelfde als van die notariswoning in het centrum van Zandhoven, Edward Kareels uit Lier. En ze hebben echt er een mooie villa van gemaakt, met een torentje, met mooie glasramen, een mooi interieur ook, maar ook het exterieur mag er gerust zijn, zoals ik al zei, met dat torentje. Het is trouwens een cottagestijl die we kunnen herkennen langs buiten. En van binnen herkennen we zo dat renaissance interieur, barok, heel mooi. Thank you.
En in dit zaaltje zien we houten lambrisering en prachtige schilderijen van de gemeente Zandhoven. Ook de ideale plaats om een beetje meer te vertellen over dit merkwaardige monument. In 1919 kocht dokter Bruineel deze villa aan. Hij heeft de villa dus niet laten bouwen, maar hij was wel de bekendste inwoner van de villa, want we kennen dit landhuis nog steeds als Huize Bruineel. En hij had dus zijn praktijk hiernaast, arts was hij, en hij had ook een apotheek hier vlakbij, dus allemaal in de werkvertrekken hiernaast. Dit waren dan de privévertrekken. En in 2000 kocht de gemeente Zandhoven dit prachtige gebouw aan. En dat maakt dat wij nu hier deze rondleiding kunnen doen. Met daar de decanale kerk van Zandhoven. En hier hebben we een iets modernere zaal. Ze oogt alleszins iets moderner. De keuken. Nu gaan we eens kijken naar het doktersgedeelte. Dus dat was eigenlijk hier. Is op zich niet zoveel meer van te zien, maar langs hier moesten de klanten dan binnenkomen. Dit bergplaatsje is op zich niet zo interessant, maar volgens mij was dat kleine trapje voor de meid. Voilà, ze. Elke mooie villa hebben we hier natuurlijk ook een chique trap die verschillende verdiepingen omhoog gaat. Boven zijn er nog een aantal kamers, maar eerlijk gezegd, die zijn er niet direct de moeite om te bekijken. En we kunnen ook nog tot aan de zolder, maar het interessantste hebben we wel gezien hoor. En wat ik persoonlijk ook altijd graag doe, is een keer op het balkon gaan staan. Zalig, hè? Cottagestijl, hè? Heel duidelijk. Engelse cottagestijl. Altijd zeer mooie villa's als die ze zo maken. Ziezo, dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ik vond het alleszins wel tof om er eens binnen rond te lopen. En ik zie jullie graag terug in een volgende reportage. Dag, hè.